Ze zeggen wel eens ooit, het waren twee hele fijne weken. De heer Verhagen nam afscheid van het Commanderijcollege. Maar, meneer Verhagen, het was niet na twee weken. Want volgens mij waren het veel meer jaren. Nou, dat waren hier 17, 18 jaar ongeveer. Maar die twee weken, ik snap wel hoe dat komt. Eigenlijk zou ik per 1 augustus gestopt hebben. Maar het is 1 september geworden. Dus ik heb het schooljaar nog mee opgestart. Hoe bent u toen de tijd eigenlijk hier bij het Commanderijcollege terechtgekomen? Nou, ik werd min of meer gevraagd om het LWO-onderwijs op te starten. Of tot ontwikkeling te brengen. En nou, toen ben ik later in de managementrol terechtgekomen. En uiteindelijk hier locatieleider geworden. Dus nu neem ik hier afscheid van de locatie VMBO Gemert. En er is veel veranderd, want dat vragen we dan meestal. Hè. In de laatste jaren, als je ziet binnen het Commanderijcollege. Elke collega die afscheid neemt, die heeft toch een hele periode gezien van ontwikkelingen die gaande zijn geweest. Want positieve zin. Ja, ik denk dat wij hier op onze locatie, VMBO Gemert, een heel aantal positieve ontwikkelingen doorgemaakt hebben. Nou, we hebben de laatste jaren heel goede examenresultaten gehaald. Dit jaar zelfs een stijging in het aantal nieuwe brugklassers. Dat is eigenlijk ook uniek, want de trend zegt eigenlijk dat het gaat dalen en wij stijgen. We hebben flink wat ontwikkelingen doorgemaakt. De laatste grote ontwikkeling is de nieuwe profielen hebben we ingevoerd. Die zijn 2 jaar geleden landelijk ingevoerd, nieuwe profielen voor het VMBO. Wat houden er hier in trouwens? Nou, dat houdt in, dat zijn de beroepsgerichte profielen. Nou, dat er meer keuze is voor VMBO-scholen. Vroeger had je de sectoren, nu heb je de profielen. Meer keuze, vooral meer keuze voor de leerlingen. Leerlingen kunnen dus veel meer maatwerk voor de leerlingen. Leerlingen kunnen binnen een profiel heel veel dingen kiezen. Dus een, kijk, VMBO, hè, dat is wel eens het misverstand van, daar leer je een vak. Nee, het VMBO, daar word je. Daar leer je heel veel in een beroepsgerichte context. Dus je leert eigenlijk veel dingen beroepsgericht ontdekken. En daar is het nieuwe programma op afgesteld. Dus veel ervaring opdoen in de beroepsgerichte wereld in feite. En dan de werkelijke keuze, het beroep, dat leer je op het mbo. Maar hier vooral veel mogelijkheden bieden in praktisch werken. Wat is het locatiemanager, is dat er dat makkelijker op geworden de laatste jaren of toch moeilijker? Want eist men meer? Ja, dit is een complexe organisatie. Hè? Omdat je met theorie, met praktijk, het is een grote school, er werken heel veel mensen. Dus het is complex. Het is niet het makkelijkste werk, laat ik het zo stellen. Maar wel leuk om te doen. Ja, want dat is wel belangrijk, dan die 2 weken. Is het dan nog een beetje wat puntjes op de i zetten in die laatste paar weken? Of zeg je dan van, nou, ik ga nu eens kijken of dat ik mijn zaakjes heel goed geregeld heb de afgelopen jaren? Nee, de laatste 2,5 week, dat is eigenlijk, heb ik me nog ingezet in het opstarten van. Het schooljaar opstarten, dat brengt altijd kleine probleempjes met zich mee. Dan denk ik alleen maar aan het rooster, de roosterproblemen. Dus ik heb me eigen nu de afgelopen 2 weken vooral bezig gehouden met de goede opstart. Roosterproblemen oplossen. Ja, dat is eigenlijk toch wel het meer, ja, wat losse eindjes. Nou, ik ben bijna klaar met mijn kantoor. Mijn tas is ingepakt. Ik heb net een aantal bossen bloemen in de auto neergelegd. Dus vandaag weer een klein afscheid dunnetjes overgedaan. Het eigenlijk afscheid hebben we eigenlijk in juni al gedaan. Was ook een prachtig afscheid. En nu, dan ga ik dadelijk de bloemen thuis in de vaas zetten en ja, dan begint voor mij een nieuw tijdperk, zou ik maar zeggen. Geniet van dat nieuwe tijdperk. Ja, zou ik zeker doen. Ja, bedankt. Ja.